In 2009 verscheen De Boomhut, een heel verrassend prentenboek van Marije en Ronald Tolman, dochter en vader. Marije maakt al meer prentenboeken en Ronald is beeldend kunstenaar. En zij bedachten dat ze met elkaar een prentenboek konden maken door steeds etsen heen en weer te sturen. En De Boomhut was meteen een daverend succes, kreeg veel prijzen. Het is een boek wat gaat over een ijsbeer die in een boomhut woont en op al die pagina's in allerlei kleuren steeds weer andere dieren op visite krijgt. En nu 3 jaar later is er Het Eiland. En dat is eigenlijk deel 2. Daarin gaat de ijsbeer uit zijn boomhut en vertrekt naar een eilandenrijk waar hij steeds naar een ander eiland gaat en daar ook weer dieren ontmoet. En ja, veel meer dan dat gebeurt er eigenlijk niet. Dat is wel het knappe van dit boek, waar dat je heel erg veel zelf je verhaal erbij kan maken. Er is dan een print waarin heel veel andere dieren zijn. Dat is eigenlijk de enige print waarop echt heel veel te zien is. Want dit is bijvoorbeeld weer een andere print waarop heel weinig te zien is. En wat het heel mysterieus maakt, waar je zelf je eigen verhaal bij kan verzinnen. Want tekst staat er allemaal niet in. En dus echt een prentenboek om je eigen fantasie op los te laten. Het Eiland van Marije en Ronald Tolman.